Uur buiten Girona, tweede Youth League wedstrijd voor Feyenoord. De eerste verloren ze van Bayer Leverkusen met 2-1. Feyenoord is in Spanje wel de betere ploeg in de eerste helft, met ook de eerste echt serieuze kans. Na 38 minuten pas Fabiano Rust. Een metertje naast. Dan een belangrijk moment. Duarte krijgt hem, schiet hem binnen, maar dan is er volgens de Bosnische scheidsrechter al een overtreding gemaakt. Het is ook tekenend voor de eerste helft, waar de spelers van Girona veel op de grond liggen. Als je dit ziet, dan zie je dat er eigenlijk helemaal niets aan de hand is. Amateurtoneel van Aznar, centrale verdediger van Girona. En de scheidsrechter trapt erin. Feyenoord, doelpunt ontnomen. Huarchi, goede voorzet. De Rust best wat meer mee kunnen doen. Girona, een aardige ploeg. Wonnen met 2-0 bij Paris Saint-Germain in de eerste wedstrijd. Dat terwijl ze een half uur met een man minder speelden. Hier wordt het na een uur 1-0. Ze laten nauwelijks wat zien in de aanvallend opzicht. Maar deze zit er wel mooi in. Juan Arango. Spits die ook heel veel op de grond ligt. Maar deze toch maar gewoon binnenknik. Daarna nog een serieuze kans voor Min-Soo Kim. Koreaanse buitenspeler. Hij was eigenlijk de beste bij Girona. Huarchi voorzet en 1-1. Maar nee, Zepi Kenya Redmond presteert het onmogelijke. Namelijk deze bal er niet in krijgen. Van Andreev, de Hongaarse keeper bij Girona. Wat een kans is dit voor Redmond. Feyenoord doet zichzelf tekort. Daarna een lelijke botsing tussen Ismael K. en Enric Garcia. De Spaanse aanvoerder moet er met rood vanaf. Weer dus een man minder voor Girona. Dat gebeurt dus ook wel tegen PSG. Maar het wordt Girona niet zo moeilijk gemaakt in de laatste fase van de wedstrijd. Wat een gepruts achterin bij Feyenoord. En dan is het 0-2. Giersthoven en Paraganda springen tegen elkaar op. Daarna loopt de Kibuiro Reed zijn keeper nog omver. En zo is het 2-0. Verliest Feyenoord ook de tweede wedstrijd in de Youth League. Wordt het een Els Karwei om nog door te gaan. En Girona, daar zijn ze blij. Want voor de tweede keer in de Youth League winst 2-0.